Het is al een tijdje geleden dat Jong PSV een thuiswedstrijd in de belofte eredivisie winnend wist af te sluiten. De laatste drie tegen FC Twente, ADO Den Haag en Vitesse AGOVV gingen allen verloren. En afgelopen maandag kwam Sparta Rotterdam op bezoek. Een ploeg die wat onderaan de ranglijst bungelt. En hier het eerste schot van de wedstrijd van Jason Bordouche. Sparta Rotterdam haalde slechts 8 punten uit de eerste 11 wedstrijden van dit seizoen. PSV doet het een heel stuk beter met 19 punten. Dit is Rabiu Ibrahim met de voorzet. Onder begeleiding van Jan wordt die bal weggekopt. Maar Sparta komt er niet uit en PSV bouwt aan een nieuwe aanval via Stefano Marzo en Jason Bordouche. Dit is Jurgen Locadia opnieuw. Bordouche, kan hij weer schieten? Nee, ditmaal is het Marcel Rietsmaier. Die raakt hem iets te veel met de buitenkant en dus draait die bal weg van het doel van doelman Roy Korsmit van Sparta Rotterdam. Menno Koch. Ibrahim, Funzo Oyo, die verspeelt de bal en Sparta komt eruit via Overtoom. Kleine, behendige voetballer, loopt zich hier vast, Guerin kopt weg. Maar in deze fase komt PSV er niet lekker uit. Opnieuw de bezoekers. Dit is Rashid Brown. Gaat op zoek naar de voorzet. De voorzet komt er ook. Gladon mag die bal daar aannemen en mag scoren. De eerste, de beste kans voor Sparta Rotterdam is raak. Maar wat staat die Gladon vrij en wat mag je hem kinderlijk eenvoudig aannemen en binnenwerken. Titon gepasseerd en 1-0 voor Sparta Rotterdam dus. Rietsmaier. Bordouche. En daar komt Stefano Marzo nog maar eens een keer. Waar is het gaatje? Ontzettend veel paarse shirts daar om de 16. Probeer daar maar eens doorheen te komen. Misschien via een individuele actie. Rietsmaier probeert het. Maar via Anthony Bentham is het een hoekschop voor Jong PSV. Natuurlijk gaat hij mee naar voren. Menno Koch scoorde dit seizoen al een paar keer uit een hoekschop. Maar deze bal is wat te kort. Brown werkt weg. Maar de druk van PSV houdt aan. Guerin. Ibrahim. Dit is een mooie paas. Stefano Marzo met wat ruimte. Jurgen Locadia kiest al positie en daar is de treffer voor Jong PSV. Prima uitgespeeld dit doelpunt. Nummer 7 voor Jurgen Locadia dit seizoen. Uitstekende paas van Rabiu Ibrahim. Marzo doet ook alles goed. En de intikker voor Jurgen Locadia. En zo gaan beide ploegen met 1-1 de rust in. Dit is een nieuwe man, Toufan Özboskurt. Hij verving Robert Guerin daar op de linksbackpositie. Maar het spelbeeld is hetzelfde. Jong PSV valt aan en gaat op zoek naar die tweede treffer. Marzo. Ai, daar krijgt Sparta die bal niet lekker weg. En Jason Bordouche met de treffer. Een cadeautje op 5 december voor Jason Bordouche. Hier Marzo met de voorzet. En dan karamboleert die bal via heel veel schijven voor de voeten van Bordouche. En die passeert Kortsmit. Ojo. Op de doelpuntenmaker Bordouche. En die opent op Toufan Özboskurt. Die heeft een uitstekend linkerbeen. En dus is het wachten op de voorzet. Die komt er ook. Maria. Nou, dit was te lastig. Jong PSV speelt nog 1 wedstrijd na deze. Voor de winterstop. En dat is de wedstrijd van volgende week op de toekomst tegen Ajax. Verkoelen grijpt goed in. Invaller Bilate met de bal op Gladon. Uitstekende redding van Przemyslaw Titon. En zo krijgt Sparta nog wel kansen. En is het dus opletten geblazen voor Jong PSV in die slotfase. Want hier wordt opnieuw een bal ingepompt. Dit is een andere invaller, Tim Schoonheim. Iedereen mist die bal. Marzo doet dat ook. Maar met wat geluk de bal in de handen van Przemyslaw Titon. En die heeft meteen een goed vervolg met deze inworp op Marcel Rietsmaier. Rietsmaier stuurt Antonio weg. Locadia kiest opnieuw positie. Eerst Ibrahim nog. Daar Locadia, maar die jaagt hem over. Jong PSV wint wel met 2-1 van Jong Sparta Rotterdam. En als we kijken naar de andere uitslagen, dan zien we daar wel wat verrassingjes tussen staan. Zo wint ADO thuis met 4-1 van Heracles Almelo. En AZ wint met 1-0 van Ajax. Koploper Twente blijft maar winnen. Nu 5-0 tegen Vitesse. En helemaal onderaan was NEC dicht bij het eerste punt deze competitie. Maar het verliest uiteindelijk met 2-3 van Groningen. In de stand FC Twente nog altijd koploper. Die ploeg verloor nog niet dit seizoen. 30 punten uit 12 wedstrijden. PSV en Heracles volgen met 22 punten. En op plek 4 zien we Feyenoord 21 uit 12.
De topscorers Jurgen Locadia maakte zijn 7e van dit seizoen. Jason Bourdouche zijn 3e en Rabio Ibrahim sluiterij. Hij scoorde tot dusverre 2 maal.